Wat zijn we aan het doen? Even een wasje uithangen. Is dat nodig? Dat moet ook. Ja, dat moet ook. Ik doe wel netjes om de paar dagen de was. En dat hang ik dan uit. Dan haal ik het binnen als het regent. En als het dan stopt, dan hang ik het weer uit. Het is een mooie dag, hè? Ja. Het is heerlijk. Een mooie dag om lang in de bioscoop te zitten. Oh. Dat moet ook. Maar voor nu is het even fijn. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Michiel Buitelaar heeft de was al gedaan. Michiel Berger, waar ben jij mee bezig? Ik ben met mijn ontbijtje bezig en met mijn lijstje voor vandaag. Wat ga ik kijken en wat heb ik ook weer gisteren nog gezien. Het is filmtijd. Dat is ook wel lekker. Ja, ik wil even terugkijken vandaag op South by Southwest Interactive. Want dat is afgelopen. Wat heb je er nou aan overgehouden? Dat, wat betreft de organisatie, vind ik het enorm vooruit gegaan ten opzichte van alle jaren hiervoor. Een paar jaar geleden was het echt heel druk. Het is nu nog steeds, zijn er veel mensen, maar ze hebben het wel veel beter georganiseerd. Ik vind het, het was mij een genoegen om hier weer te zijn. Ik heb nergens in een hele lange rij voor een keynote of zo gestaan. Dus, en inhoudelijk? Inhoudelijk, ja. Het is toch altijd weer een ander onderwerp. Hè. Dat valt dan toch wel op. Een paar jaar geleden hadden we het nog allemaal over Facebook. En over locatiediensten en over chatdiensten. Nu gaat het toch weer over andere dingen. Ja. Zoals? Ja, dat is, ik voel kom op, man. Je hebt toch wel een antwoord? Ja. Nou ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen van wat was het nou? Wat heb je nou precies opgestoken eruit? Voor mij is het veel meer de algemene... Het tempo hier en alle dingen die je hoort. En je krijgt 10 verschillende verhalen. En daardoor word je voor jezelf, je krijgt ook een veel scherper van, oh ja, dat kan ik doen. Of dat is ook een goed idee. Ja, ook de combinatie van dingen gewoon. Ja, precies. Ja. En Blom, heb jij het helder? Oh, heb ik het helder? Nou ja, wat mij voornamelijk opviel, en dat heb ik eigenlijk altijd ook als ik als je in Nederland rond een festival als Lodens Muziekfestival hebt. En je race een recensie, dan denk je altijd, ja, maar deze recensie... Dit is eigenlijk een volstrekt toevallige recensie van een recensent die één route heeft gelopen. Maar als hij een andere route had gelopen, had hij een compleet ander beeld gehad van het festival. En dat is hier in extreme mate zo, omdat je elke keer 40 afslagen kan nemen. Dus ik zelf heb heel veel afgeleide informatie. We spreken heel veel mensen die naar sessies zijn geweest, waar we dan zelf niet zijn geweest. En wat mij eigenlijk voornamelijk opvalt, is dat ook alle veteranen, zeg maar, die hier al vaak komen, zijn eigenlijk... De meesten zijn er nog even enthousiast als 5 of 8 of 15 jaar geleden zelfs Jeroen van Erp die hier was. En ik vind dat ontzettend knap. Tja. En jij? Wat heb ik daar aan toe te voegen? Het blijft allemaal wel boeiend. Grote, oude dingen... Die zijn nog heel druk bezig om zich verder te ontwikkelen. Oud, wat is oud? Ik was gisteren bij iets over Airbnb, wat ik fascinerend vond. En waaruit blijkt dat dat ook allemaal nog zeer in beweging is. En nog lang niet in een stabiele toestand is geraakt. Er komen hele nieuwe dingen aan. Ook allemaal obvious toestanden, van drones tot robots en andere dingen. Dingen die op dit moment nog heel weinig voorstellen in het werkelijk leven, maar die... Waarvan je op zijn minst kunt vermoeden dat dat heel belangrijk, dat grote ontwikkelingen tot gevolg zal hebben. En er zijn ook nog wel, ik heb ook al een aantal dingen gezien die verregaand niet opgelost zijn. Ik ben bijvoorbeeld naar een aantal sessies geweest over retail. En daar heb ik dus eigenlijk niks gehoord waarvan ik denk van, ah, dat is het. Dat kan de neergang in bestaande retail nou echt tot stilstand brengen. Of daar kan iets gebeuren tussen retail en mobiel of wat dan ook. Weet je, allemaal vrolijke verhalen over beacons. Maar als je dat... En echt serieus heel interessant. Maar 3 keer niks eigenlijk. Gewoon niks opgelost en niks dat enige zekerheid biedt. Nou, ik noem nu zo even een paar dingen. Grote dingen die zich blijven ontwikkelen. Echt vrij verregaand. Hele nieuwe dingen. En ook dingen die verregaand niet opgelost zijn. Prima. Oké, nu komt de muziek dendert Austin binnen en de film. Wat gaan we doen de komende dagen? Ja, er is een mooie film over Steve Jobs, waar ik in ieder geval heen wil. Waarin eindelijk die man niet wordt afgebeeld als een heilige. Ja, maar als de waarschijnlijk ook wel voor het beeld lulde die was. Ja, dat geloof ik ook wel. Het zal vast een
op momenten ook wel een vreselijke fan zijn geweest. En een documentaire over Kurt Cobain. Die is morgenmiddag. Oh, dus allerlei leuks. Gisteravond was al geweldig stekel. Wij gingen naar de British Embassy. Dat is elk jaar is er een zaal hier waar de Britse pop langskomt. Gisteravond was het Wales Wales dat zich voorstelde. En daar stond een meisje op een podium, Kate Tempest. Man, ze was ontwapenend, ze was krachtig, ze spatte van dat podium af. En daarna gingen wij naar een ander concert, daar konden we niet in. En toen belanden we bij een soort Duitse bar of zoiets. En hoe heette ze ook weer? Soort Duits. Niet echt Duits, maar soort van. Ja, klopt. Maar er stonden wel twee dames. Er stonden de vogeltjesdans te spelen op met een accordeon. Hoe heette ze ook weer? Weet jij iets? Klinkt met Schatzi was het? Schatzi, ja. Huppeldepup en Schatzi. Ja. Dus we hadden echt binnen 1 uur hadden we een prachtige tegenstelling gezien. En daarvan hoop ik er nog veel te mogen treffen de komende dagen.